De ruimte die jij hebt. Die pannen moeten niet helemaal vullen. Maar wacht, daar hoort er gewoon bij, hè? Nee, daar hoort er niet bij. Hé, maar hoe noemde je dat net? Patchwork? Ik ben dus de laatste 30 jaar, zou ik kunnen zeggen, met lapjeswerk bezig geweest. En dat lapjeswerk is al oud. Dat is al 150 jaar of weet ik het hoe lang oud. Dus eigenlijk voornamelijk... Het is altijd geweest in de wereld. Overal wordt met lapjes gewerkt. In Japan, in Azië, in Amerika. Maar wat het meeste bekend is, denk ik, is zo'n 150 jaar geleden gingen de eerste Europeanen richting Amerika. Die namen alles mee wat ze hadden in dat botje, of in de, als ze vertrokken. Daar was niet veel. Dus ze moesten het zien te roeien en te rooien met wat ze bij zich hadden. Dus kleding werd niet weggegooid, kleding werd opnieuw gebruikt. En dat opnieuw gebruikt, daar ontaart dan soms in, met lapjes aan elkaar zetten, stukken aan elkaar zetten. Nou, dat is uitgegroeid tot een soort kunst, een mooi woord. Maar daar kun je dus een heleboel mee. En daar heb ik me in Amerika, in die musea waar ik geweest ben, en mensen die ik gesproken heb, heel erg over verwonderd. En dat heeft me gegrepen en daar ben ik dus mee aan de gang gegaan. Toen ik wist dat plantenverven dus niet meer zo in de belangstelling was. En dat weven ook op een andere manier moest dan waar ik mee bezig was. Nou ja. En daar ben je nou, doe je nog... En daar heb ik 30 jaar mee gewerkt, zeg maar. Ja. En het laatste wat ik kan zien vandaag als resultaat is... in die 30 jaar, heel wat mensen hier ook gehad voor een weekend of voor een week of... waar ik zelf naartoe gegaan ben, cursussen gegeven met universiteiten, jeugdherberg, christelijke gemeenschappen, waar mensen met elkaar in een conferentiezaal kunnen komen enzovoort enzovoort. Maar het laatste wat gebeurd is, is ik ben 2 jaar geleden gestopt met lesgeven, echt definitief opgehouden. Wat ik hier nog allemaal heb, daar heb ik voor mezelf. Hè. Ja. Maar die laatste mensen, die hebben voor mij dat boek gemaakt. En het is... Als ik het lees, dan kan ik niet geloven dat ik het zelf ben. Maar die dus blij zijn met wat ik heb bijgebracht. Waar ze met mij iets mee kunnen doen, waar ze mee verder kunnen. En dit heeft dan een van die cursisten gemaakt, die dan wel kwaliteit heeft op dat gebied. Dus die heeft al die dames gevraagd om een soort opstel te maken. Dat had zij dus een beetje netjes gemaakt, zeg maar. En daar foto's bij. Maar dat zijn dus de laatste cursisten die gebleven zijn. Maar je bent er nog wel mee bezig, zo af en toe? Of maar niet meer met grote werken. Ja. Maar je maakt alleen maar dingetjes voor jezelf? Of doe je ook op bestelling? Nou, sinds ik dus mezelf dan gepensioneerd word... ga ik niet meer naar de stad om iemand een cadeautje te kopen, want dat kan ik niet meer echt opbrengen. En daar heb ik ook geen lol in trouwens. Nee. Dus dan maak ik iets en dan geef ik dan. En dan hoop ik dat dat dan aanslaat. En dan zie ik gauw genoeg of dat niet aanslaat. Dan denk ik, dan krijg jij nooit niks meer. Maar dat is niet zo. Dus familie en kennissen en zo, daar maak ik dingetjes voor. En dan geef je iets van jezelf. Huh? Ja, nee, zonder meer. Hier zo hangt, dat is een ontwerp van mij naar aanleiding van streepjes coda op een product, zeg maar. Oh ja, en ja. En dat vertaalt. Dat is een techniek, daar hebben we ook mensen gemaakt die hier op les zijn geweest als groep. Ik heb ooit het voornemen gehad om een boek te schrijven over tassen maken, dus die heb ik een aantal gemaakt. Maar dat boek, dat moet er nog komen, misschien komt het er nooit meer. Daar ligt het al nog aan. Wat moet ik nou laten zien? Dit is een manier van ontwerpen, wat ik ook met de kinderen op school gedaan heb. Als ik het toelicht, dan is het misschien heel vanzelfsprekend. Maar dit is binnen een vierkant een letter plaatsen en dan die vakken inkleuren. En als dan die kleuringen van dit vakje met daar, dan is dit ook een vorm die je kunt gebruiken. En hier kun je dan ook
met lapjes iets van maken. Hè? Ja. Alleen iets rondnaaien is wat moeilijker, maar zoiets als dit naaien, dat is wel makkelijker. Hè? En dat heb ik met de kinderen op school ook gedaan. Hè? Dus het alfabet, zoek maar een spreuk, maak maar 4 vakjes, vult die letters in met potlood. En dan inkleuren. Ja, dat ging eigenlijk, ik kan dat nou alleen maar vlug vertellen. Maar als je aan kinderen iets uitlegt, dan moet je dat stap voor stap uitleggen. Ja. En dan is dat maar een les van een 50 minuten of 50 of een uurtje. En dan de volgende keer, dan pakken we het weer op en dan gaan we verder. Hè? Zo. Ja. Maar dat heb ik ook met grotere mensen gedaan. Ja, dit is allemaal wat je hier nog hebt, allemaal voorraad, et cetera. Nou ja, en dan probeer ik wel eens iets uit en dan denk ik, dat is wel leuk, dan bewaar ik dat. Dan doe ik er misschien wel eens iets mee. Kijk, zulke dingen zit ik te maken. Het is niks spannends. En dit is eigenlijk allemaal van afvalstof of dan? Eigenlijk, het zijn wel nieuwe stoffen. Want met rommel werk ik niet. Nee. Het is niet helemaal zo'n waardevolle stoffen. Maar je kunt dus als het goed te combineren, kun je wel iets lolligs ermee doen. Ja. Misschien nog wel een hobby voor jou, Geert. Ik denk dat niet zo mooi wordt. Kijk, hier dit bijvoorbeeld. Ja, het is maar simpel. Maar kijk, ik gooi niet veel weg. Als ik nog een strookje van 8 bij 4 centimeter kan snijden, dan doe ik dat. Die bewaar ik in een deusje en dan ga ik aan elkaar zetten naaien. Dus zoiets. Ja. Nou, en dan heb ik eens iets gemaakt en dan zoek ik nog een rand. En als dit dan past, dan pak ik daar als rand erbij. Zo. Dus het zijn niks geen hoogstaande dingen. Nee, maar ja goed, het is toch wel iets wat teweeg gebracht is dan. Maar ik heb wel met mensen dingen uitgeprobeerd niet. Nou, hier is misschien wel iets anders. Het is niet alleen maar lapjes aan elkaar naaien, maar je kunt ze ook op elkaar leggen. En dan daar een soort stof van maken. Dus dit zijn alleen maar allemaal lapjes die rechthoekig afgesneden zijn. En dan op elkaar gelegd. Tot een compositie. En ik heb dan hier gele gebruikt voor de ondergrond. En hier groene en hier oranje. Dit is de hele serie. Ik heb dus primaire kleuren. Dat is rood en geel en blauw. Zo. Hè? En de complementaire kleuren van rood is de tegenoverliggende kleur van een van die drie, is groen. Want groen is een combinatie van geel en blauw. De complementaire kleur van geel is rood en blauw, dat wordt paars. En de complementaire kleur van blauw is oranje, want dat is een mengeling van geel en rood. Kun je het nog volgen? Ja. Oké. Nou, dan heb ik dus dit gemaakt, maar ook het tegenovergestelde, zie? Hier is oranje de hoofdkleur en het blauwe komt er dan bij. En hier het groene en hier. Nou, daar zit je dan te bedenken. En dan denk ik, dat kon ik wel eens met een groep mensen gaan doen. Maar dan moet je eerst aangeven, kies eens een kleur. Nou ja, paars, hè, houdt iemand aan. Nou, dan geef ik die de opdracht, breng dan paarse lapjes mee en gele lapjes. Of ik geloof alleen maar dat ik paars gezegd heb. Maar iemand die van geel houdt, die moest dan gele lapjes meebrengen. Nou, en dan krijg je een, hoe niet meer als een builtje vol met lapjes te hebben. En dan leg je die met elkaar gecombineerd van 8 mensen of 10 mensen. En dan komt er wel een verscheidenheid. En zo kan dan zoiets ontstaan. Dit heb ik dan eerst zelf als voorbeeld gemaakt. Ja, dus ik ben mijn eigen voorraad gaan versnijden. Maar en als dat dan aanslaat, dan gaat dat door bij diegene die dat dan gevolgd heeft. En die doen dat dan ook met een groepje van de huisvrouwenclub of ik weet niet waar. Of van de boerinnenbond, maar dat maakt niet uit. Dan denk ik, heb het toch bedacht. Fijn, lekker, Ja, zonder meer. En met zulke dingen, niet met dit, maar met andere ideeën ben ik wel ooit of dikwijls uitgenodigd om dat dan te komen doen. Hè? Dus ja. In Schotland bijvoorbeeld, daar vroegen ze me omdat ik een lezing had over de Japanse kimono. Dan zeggen wij het er dan mee te maken. Maar Japanse kimono's worden van mooie zijde gemaakt. En mooie kleuren en beschilderd enzovoort.
Nou, daar had ik een heel verhaal voor in elkaar gezet. Het is geen kleinigheid om te doen. En dat moet dan in Amerika goedgekeurd worden. Dus dit boerenmeisje wordt dan uitgenodigd met een uitnodiging om in het conferentiecentrum in Den Haag in het Engels een lezing te geven over de Japanse kimono. Maar nooit in Japan geweest. Maar dan, als dat verhaal aanslaat bij iemand die zegt, God, kunt u ook komen naar, naar Schotland? Dat heb ik gedaan. Ja. Ik ben naar Edinburgh gegaan. En ik heb daar ergens gelogeerd in een simpel adres. En ik heb daar mijn lessen zo goed mogelijk als het kon gedraaid. En ja, dat loopt dan verder, zo. Zat er nou uw boek ook daarin, toevallig? Wat ik daar zie, is dat uw boek? Dat ben ik dit boek. Is mijn patchworkboek. Ja, ik heb er nog meer geschreven uiteindelijk. Want dit is dus het boek wat... Dat was het eerste boek? Nee, het eerste boek is Plantaardig Verfboek. En daar heb ik dus een Zweeds exemplaar van en een Duits exemplaar en een Zweeds, Duits en Spaans. En Spaans. Laat hem maar even kijken, dan doet je daar de andere ook naar filmen. Ja, dit is verder niet vertaald hoor, dat is maar één keer uitgegeven. Dit is de grote plantaardig verfboek. Oh. Iets van de verandering. Ja, zeg. Ik ben nou bij de schrijfster thuis. Dus. Ja. Groot plantaardig verfboek. Ja, ik was even kijken of jij het voortgezicht in... Achterin staan foto's van mij. Nou, dan zullen we even gaan kijken. Maar dat doen die uitgevers niet om foto's van de auteur op te nemen. Want dan is het meteen een antiek boek. Want dan zie je dat ik een grote bril op heb en dat is nou niet meer. Hier, oh, hier. Hier. Dat zijn mijn handjes. Dat is nu 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. Goh. Ja, ik sta er ergens wel op een beetje. Ja, de... Oh ja, ja, ja. Ik, maar zo'n foto is, dat was zo ook een goede foto, hè? Maar hier zie je dat dit een oud boek is, want die brillen die zijn er niet meer. Nee. Ja, dat heb ik allemaal geleerd daar op die uitgeverijen, hè? Dat komt dan allemaal achter. Goh. En daar waren de boeken dan dus, voor... Dus dit is, heb ik als eerste geschreven. Toen heb ik gedacht nooit meer, maar toch... De tweede keer was het patchworkboek. Naar aanleiding van dat patchworkboek waren weer dingen die ze niet opgenomen hebben van de uitgeverij. Toen dacht ik, lekker peu, dan doe ik het wel zelf. Dus dan heb ik dit boek gemaakt, maar dat heb ik zelf uitgegeven. Dat gaat over motieven en hoe je daar dus toe kan komen. Heel simpel. Maar... Die heb ik dan zelf verkocht. Dan liet ik bij haartjes fotocopiëren. En zelf gatjes in ponsen en zo'n papiertje erboven en eronder. Nou, dan heb ik een boek gemaakt over sashiko. Dat is Japans quilten. Dat gaat over motieven die dus in de Japanse geschiedenis ontstaan zijn. En de Japanners die houden heel erg van de natuur. En daar ben ik ook voor. Dus het zijn echt allemaal mooie vormen. Maar ik heb er dus degene uitgehaald... die eenvoudig gekwild te zijn. Dus dat zijn doorstikpatronen. Zo, hè? Dus die stippenlijntjes daarvoor. En daar heb ik dan een methode voor ontwikkeld. Gewoon nog goed logisch nadenken. En dan met de mogelijkheden die ik heb... heb ik uitgeduid dat je daar op ruis, of je hebt, doorzichtig papier kan overnemen. En dan dat doorzichtig papier leg je op een stapeltje. En daar naai je dan door met dit motief... En dan leg je dit doorgenaaide papier op stof. En dan kun je dus door stof ook naaien. En dan haal je het papier weg. Dus licht scheurend papier, laat geen resten na. En dan heb je dat motief op je stof. Zo simpel. En dit is dan een werkstuk met enkele van die motieven die hierin staan. Maar dit heb ik ook kunnen opsturen naar mensen in Zweden... Die kunnen natuurlijk dit allemaal niet lezen, maar het is wel duidelijk genoeg, hebben ze dan bij iemand gezien. En dan komt hier een briefje, kun je ook zo'n boek naar Zweden sturen? Ja. Wie had er verwacht toen wij Vermeer hier en belden, dat we bij twee zo'n wereldmensen uitkwamen? Ja, nou dan heb ik nog eens ooit bedacht toen het nieuwe millennium kwam, dus het jaar 2000 in aantocht was...
om iets te doen met 2000 lapjes. Dus ik had genoeg cursisten om iedereen te vragen. Dus, ja, daar moet een beetje een structuur in zitten. En daar heb ik dan allemaal wel geregeld. Dus er hebben 45 mensen meegedaan. Die moesten dan ieder... Hoe was het nou ook weer? Ik geloof dat het hiervoor in staat. Ik heb het niet meer echt aan me onthouden. Maar in ieder geval, die mensen die hebben dus zich gemeld dat ze zo'n werkstuk wilden maken. Er waren 45 mensen die mee wilden doen, maar uiteindelijk waren er geloof ik 29 die het volbracht hebben. Dus 29 mensen, ja. Dus die werkstukken uiteindelijk staan hierin. Dus dit zijn allemaal vierkantjes van 6x6 die aan elkaar genaaid zijn tot een motief. Op een andere manier, zie je? Ja. En die hebben dan die 2000 lapjes. Dus 2000 lapjes kunnen kiezen uit de veelheid die er was. En soms was de achterkant ook nog bewerkt. Maar ik heb dan alleen maar een foto gemaakt. Heb ik allemaal zelf gedaan, die foto's. En foto gefotocopieerd hier bij de kopieerinrichting. Zie? Dus als je als groep werkt en dezelfde materialen hebt, dan moet juist niet het motief hetzelfde zijn. Dan moet je daar iets anders mee doen. En daar voor elkaar krijgen, dat is me wel gelukt. Ja, ja, ja. Dus dit is een hele andere opvatting van ontwerpen als dit bijvoorbeeld. Ja. Zeer bijzonder. Kijk, wat sommigen zijn wel in de hemel die het gemaakt hebben. Maar dit is het enige boekje waar je hiervan hebt. Nou, ik heb dit wel laten kopiëren, ik geloof iets van 200 keer. Al die mensen die meegedaan hebben, hebben voor mij zo'n gratis exemplaar gekregen. En de andere heb ik verkocht voor kostprijs. Ja. En dat blijft dan ook maar een eenmalige uitgave. Ik ga daar niet nog een keer voor 5 boekjes aan aanpakken. Nee. Ja. Kijk, wat heb ik nog meer gedaan? Aan het einde van het jaar heb ik dan een afsluitdag georganiseerd met die cursisten. Die dan echt overal vandaan komen. En die kwamen dan hier bij elkaar. En daarachter een chef zijn orgelhal. Oh ja. Er stonden nog niet zoveel orgels. En dan ging dat ook. En dit is dan een reportage van de afsluiting in 2013. Oh. Dus dan heb je de impressie van wat hier dan gebeurt. Iedereen krijgt een naamkaartje op. Iedereen is blij om iedereen te zien. Hè? Ja. Hier zitten ze allemaal te grinniken en te lachen en zo. Het is ook altijd heel lollig. Dat was het altijd. Dus dat was er dan te zien. Dus dat is gefotografeerd. Je ziet wel, het is hier zijn we allemaal bomen, maar het zijn toch andere bomen. Hè? Als het bomen het thema was. Want daar hou ik niet van allemaal hetzelfde doen. Nee. Absoluut niet. Allemaal, ja. Hier hebben we ook eens aan gewerkt. Kijk, allemaal kapjes en hoedjes opgezet. Ja. En dit is een geschilderde stoffen, dat is doorzichtige stof. En dat gaat met... Dan moet je een soort verf op papier schilderen. En die verf die wordt opgenomen door synthetische stof met een hete bout. En dan kun je zoiets ontwerpen, doen. Hè, gewoon. En met het doorstikken kun je het veranderen. Je kan ook iets heel... Het is ook heel eenvoudig, maar... Wacht, ik pak even het boek. Oh, hier. Oh, je hebt hier een bibliotheek. Tangram. Dan moet je dan in de tweedehands maken op de kap zien te tikken. Want die boeken die worden, dan zijn er nou niet meer. Maar dit is met die blokjes heb ik weer ergens anders. Maar met die blokjes kun je dus allerlei figuren leggen. Ja. En dit zijn dan die gepubliceerd zijn. Maar je kan ze ook zelf leggen. Dit is het schema. Ja, herkenbaar. Blokjes. Ja. Maar dit is een boek uit
74, de tweede oplage. Dus dat is ook al 45 jaar oud. Ja, is wel kostbaar, hè? Maar daar kun je nog actueel maken door er iets mee te doen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dus ik weet niet wat ik ermee moet doen als we niet meer geleefd hebben, maar zover is het nog niet. Dus. Nee, dat moet je nog zien. Je moet er nog maar niet in denken. Zo zien. Maar er zit ook veel Japans tussen. Ja. Ja, ik kan zo nog 3 weken lullen. Misschien kom ik nog wel een keer terug. Ik heb hier mensen die ook met de verven. Die komen dan één keer naar een les. En die gaan dan meteen doorgeven. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar dat heeft toch geen fundament? Nee. Er zit veel meer achter natuurlijk. Hè? Ik ben niet na een cursusje aan de gang gegaan. Je hebt ook een eigen winkeltje hier gehad, of wat? Ja. En daar heb je dan gewoon, oh, dat is wat te snijden, van die stof te snijden. Ja. Oké. Okay. Ja, toen ik hier pas mee bezig was, hier in huis, toen was er in zomer zoiets niet te krijgen. Ik denk, ja, moet ik nou eerst bij een handel gaan vragen of dat ze daar willen opslaan en dat ik dan die mensen naar die handel stuur? Denk, ik ben toch niet helemaal gek? Nee, maar dat gek. Ik koop gewoon een partij in en... Ja. Ja, je hebt gewoon gelijk. En die groothandel zag ik me graag komen. Ja. Zeer interessant. Maar goed, ja, zo ging dat hier. Ja. Ja, nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Als je daar wel eens komt, dan ken je gerust achter hem, dat weet je toch. Ik denk dat ik nog wel eens een keer kom. En daar hoor ik nou de bel. Ja, als je een kiek hebt, zag je die bel naar gebeven. En er stonden hele gewichtige mensen aan de deur. Ja. Ja, dat was komt vroeger ook. Eet, bedankt. Ja, tot kijk. Hè. En bedankt voor de koffie. Ja, en de kuukse slekken samen nog op. Dankjewel. Ja, dat is natuurlijk. Kijk hier ook. Hallo. Ja. Ons eerste verhaal bij Chef en Iet van de Vrande. Ja, er wordt een uitzending om 2 uur volgens mij. Nou ja, ik denk dat we dus moeten gaan bekijken wat we hiermee moeten gaan doen. Want ja. Ik denk dat er inderdaad meerdere delen gaan worden. Ja. Nou ja, ik wist dat die mensen hier woonden, maar heel het moop. Dat we dus dit tegen zo'n komen. Dit was onze eerste opname op de koffie bij. En ik mag wel zeggen dat we mee best wel een interessant adres gevonden hebben. 2 mensen die best een heel levensverhaal hebben. En met veel kennis, zowel in de bol zeg maar, als met de handen. En we hopen dat dit toch een mooi verhaal geworden. Tot de volgende keer.